Dit is Flevoland van vrijdag 17 november. Alle hens aan dek voor Pulscore. Gemeente koopt kavel penders. En grondige verbouwing bij voetbalvereniging Waterwijk. Goedenavond. Het worden spannende dagen voor vissers op Urk. Volgende week wordt er namelijk in Brussel gesproken over de toekomst van de pulskorvisserij. Ik ga erover praten met verslaggever Arend Dubbelboer. Die is aangeschoven in de studio. Arend, ja, waar gaat het nu eigenlijk precies over? Ja, het is eigenlijk een hele lange discussie over beter gaan vissen, duurzamer te werk gaan. En dat doet Nederland dus met de pulskor. Dat is vissen met stroomstootjes. En de vraag is eigenlijk of dat door kan gaan. Ja, en waarom is volgende week dan zo belangrijk? Ja, volgende week komen we erachter eigenlijk hoe de rest van Europa, de andere Europese landen, hierover nadenken. We weten bijvoorbeeld dat Frankrijk een groot tegenstander is. Dus dat betekent voor Nederland een flinke lobby om toch dit erdoor te krijgen. Dus dat zullen we dan zien. Ja, wat zijn eigenlijk de voor- en de nadelen van pulskorvisserij? Ja, de vissers die zeggen eigenlijk, dit geeft eigenlijk alleen maar voordelen aan ons. We hebben minder brandstofverbruik bijvoorbeeld. Het levert dus wat geld op. Maar de milieuorganisaties die willen toch wel weten wat voor verdere invloed het heeft. Dus ja, we hebben even de voor- en nadelen even op een rijtje gezet. Het is 5:00 ochtends. De UK33 van Jan de Boer is aangemeerd in de haven van IJmuiden. De Boer is een van de 30 Urker vissers die met een pulskor de Noordzee opgaan. Dat is vissen met stroomstootjes die de school doet opschrikken. En hier komen de stroomstootjes uit. We hebben er 22 van inhangen. Dus op de 12 meter is dat verdeeld 30 centimeter van elkaar af. En dan via deze koperen busjes, die geven een kleine stroomstootjes af. Dat prikkelt de vis en dat springt op. En dan is dit eigenlijk een schepnet. En dan scheppen we eigenlijk de vis in het water zo op. Want ze zijn even verkrampt, de spieren trekken even samen en we scheppen ze in het net. En als ze weer bij de positieve zijn, dan hebben we ze te pakken. Op deze manier vist de boer nu 3 jaar en naar alle tevredenheid. Maar of deze kotter nog lang door kan varen is de vraag. Vissen met pulskor is in een testfase. Verschillende vissers hebben een ontheffing voor 5 jaar om zo te mogen vissen. Die ontheffing loopt in 2019 af. De Europese Unie gaat daarom bepalen of pulsvisserij formeel toegelaten kan worden. Nederland is zelf heel positief, maar de landen om ons heen, Frankrijk... Die is gewoon heel negatief over de puls. Hoe komt dat? Ik denk dat is jaloers zijn. Het is, we verdienen nu een patiënt en we worden sterker. De innovatie is in Nederland op een heel hoog niveau. En dat kan Frankrijk gewoon niet verwerken. En dan komen ze met drogredenen om de puls eraf te krijgen. Teruggaan naar de oude manier van vissen met netten die over de bodem slepen is volgens de visser achteruitgang. Door deze innovatie heeft de Pulscore Float flink kunnen besparen, onder andere op brandstof. De gasolierekening was toen 6.000, nu 6.000 euro. En we komen van 25.000 euro af per week. Dus dat is gewoon een besparing van 15.000, 20.000 euro gasolie. Dus dat is gigantisch. De vissers zien enkel voordelen, toch is niet iedereen zeker van het succes van deze manier van visserij. Irene Kingma is haaien- en roggedeskundige. Zij wil graag weten wat deze stroomschokjes verder voor invloed hebben op het leven onder water. Wat gebeurt er met de zee als je op grote schaal, ook al is het maar zwakstroom, maar je blijft wel continu bezig met elektriciteit in de bodem brengen. En er zijn dieren die daar extra gevoelig voor zijn. En we weten op dit moment gewoon niet wat dat met name de kwetsbare rog- en haaiensoorten doet op de Noordzee. En u pleit er dus eigenlijk voor om eerst wat meer onderzoek te doen voordat er echt een besluit moet worden genomen? Voordat je besluit om zoiets inderdaad definitief toe te staan, moet je echt dit soort vragen kunnen beantwoorden. Er zijn een aantal bedreigde diersoorten die daartussen zitten, waar je als de Nederlandse overheid een plicht heeft om daar goed voor te zorgen. En als nou blijkt dat puls extra schadelijk is voor deze soorten, zou je zeggen, dan moet je dat dus niet willen. Aan de andere kant, als dat niet zo is, dan zeg ik dan is het gewoon een logische stap naar een duurzame visserij op de Noordzee. De onderzoeken die gehouden worden zijn in 2019 afgerond. Voor de vissers is dat te laat. Zij willen zo snel mogelijk weten of ze door kunnen gaan met deze manier van vissen.
Brussel bepaalt daarom dinsdag of Pulscore een verlenging krijgt. Iedereen blijft gewoon vissen, dus iedereen gaat weer terug naar de oude manier. En dan worden de wekkers worden weer besteld en de kettingen gaan weer over de bodem. En we krijgen weer een hoop gouden hoer en gezeik van de NGO's die staan op hun achterste benen. Die zien ook wel dat de pulsvisserij gewoon veel beter is voor het zeeleven. Dus het heeft voor hen ook voordelen. Maar dan gaan we gewoon weer terug naar de oude methode. En ja, dat willen wij gewoon niet meer. Nu een overzicht van ander nieuws uit Flevoland van vandaag. Het is onduidelijk of de planning van de provincie rondom de Buitendijkse haven bij Urk wordt gehaald. De IJsselmeervereniging wil de aanleg van de Buitendijkse haven tegenhouden. De vereniging vreest dat de schade voor het landschap en de natuur te groot is. Er is daarom beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het provinciale plan om de haven aan te leggen. Dit bezwaar kan nog niet behandeld worden. De rechters willen eerst duidelijkheid van het Europese Hof van Justitie. Dat heeft te maken met regelgeving over de uitstoot van stikstof. Deze procedures bij de Raad van State hebben geen schorsende werking. Dat betekent dat de provincie de haven gewoon kan aanleggen. De provincie loopt dan wel het risico om achteraf door de Raad van State teruggefloten te worden. Als eerste jachthaven in Nederland krijgt Marina Muiderzand in Almere een Seabin. Dat is een drijvende prullenbak die plastic rommel opzuigt. Het apparaat is in Australië bedacht. Via crowdfunding heeft Marina Muiderzand er eentje verkregen. De voormalige verzorgingsflat De Golfslag in Emmeloord gaat weer in de verkoop. Volgens de gemeente Noordoostpolder is dat de uitkomst van een overleg met de twee nieuwe eigenaren van het gebouw. De ondernemers kochten de leegstaande golfslag een jaar geleden om er betaalbare appartementen voor starters en jongeren in te maken. Maar dit plan liep grote vertraging op. Na een grondige sloop van het interieur is de verbouwing een paar maanden geleden stil komen te liggen. Eigenaar Hendricks zei eerder dat de gemeente te hoge eisen aan de verbouwing stelde. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de ondernemer inmiddels in gesprek met een potentiële koper. Wie dat is, is niet bekendgemaakt. Zo'n 40 mensen speelden onder leiding van architect Jan de Bouvry met Lego. Het bouwen met de bekende Deense steentjes was onderdeel van een masterclass gisteravond in architectuurstudio CAF. De Bouvry gaf eerst een lezing en na afloop mochten de deelnemers aan de slag met de witte steentjes. Ik wil een villa maken. Een bungalow en dan met een overkapping. Dat wil ik maken. Tijdens de workshop daagt de Bouvry de aanwezigen uit om hun visie in Lego steentjes uit te beelden. Ik heb zelf heel weinig met Lego gespeeld. Ik vind het een fantastisch materiaal. Maar ik ben een tekenaar. Ik zit altijd met potloodje en dingen te doen. Maar het is ook voor mensen als ze bijvoorbeeld een huis willen bouwen. En je hebt een doos met Lego, dan kan je wel veel inspiratie uithalen. Bent u niet een klein beetje te oud voor Lego? Ja, dat zijn we hier allemaal, maar we worden toch allemaal weer terug. We gaan toch allemaal weer terug naar kind? Het is feest in Krachenburg. De gemeente heeft namelijk een stuk grond gekocht waar ze moeilijk aan kon komen. En het kavel waar het om gaat staat beter bekend in het dorp als kavel Penders. En dat betekent dat er nu eindelijk gebouwd kan worden in het dorp. En in dat dorp in Krachenburg staat onze verslaggever Harry Severens. Harry, is het nieuws al doorgedrongen daar in Krachenburg? Ja, nog niet helemaal, want het is pas om 4 uur bekend geworden. En het is nu iets later dan 5 uur. Maar het is wel groot nieuws. En het wordt straks, want ik sta hier in een hotelrestaurant van Saas in Krachenburg. Straks loopt het hier wat voller met mensen die aan het eind van de werkweek een biertje komen drinken. En dan is het beslist het gesprek van de dag. Want die kavel Penders, die leeft in het dorp. Toch Max Potters, mede-eigenaar hiervan, van de zaak hier. Die kavel Penders, is die belangrijk? Ja, zeker. Die is heel belangrijk voor Krachenburg. Waarom is die zo belangrijk? Nou ja, goed, omdat het voor ons woningbouw oplevert. En eindelijk is de kavel nu in handen van de gemeente. En dan zullen ze waarschijnlijk zo snel mogelijk het gaan ontwikkelen om klaar te krijgen voor woningbouw. Want Krachenburg zit hier al heel lang op te wachten. U ook, en u heeft ooit ingetekend om op die kavel te gaan wonen. Ja, dat zal ongeveer 4 of 25 jaar geleden zijn dat wij ons toen voor de eerste keer hebben ingetekend. Dus ja, onderhand mag het wel een keer. Nou, jullie zien het is echt blij zijn ze hier in het dorp dat die kavel eindelijk bebouwd kan gaan worden. En we hebben ook een gesprek opgenomen met Wilbo de Raad van Dorpsbelang. Want hij heeft zich ook erg ingezet om die kavel, om daar uiteindelijk te kunnen gaan bouwen.
Krachenburg is blij. De vlag kan uit, zou waar zeggen. De champagne die heeft geklonken, zou je kunnen zeggen. Maar het is inderdaad na zoveel jaren. En dat is natuurlijk goed voor de leefbaarheid van het dorp. Goed voor de mensen die een woning zoeken. Goed voor de ouderen die misschien ook gaan wilden vertrekken. Goed voor ex-boeren die zeggen, god, ik zoek een kaveltje in het dorp. Maar die is er niet. 20 jaar niks kunnen doen. Dat is heel erg. En gelukkig is dat nu voorbij. Ja, het zal nog lang onrustig blijven daar in Krachenburg, dat mag duidelijk zijn. Harry, waarom heeft dat nu allemaal zo lang geduurd? Ja, die kavelpenders, dat is echt een bijzonder verhaal. Oorspronkelijk stond die kavel er ingetekend. Als er uitgebreid zou worden, hij ligt mooi centraal in het dorp, dan zou dat daar uitgebreid moeten worden. En op een gegeven moment, na de eeuwwisseling, toen dacht de gemeente, we gaan uitbreiden en wilde die kavel kopen. Nou, toen zei meneer Penders, de eigenaar van die kavel, dat wil ik best, maar hij kost zoveel. Dat vond de gemeente weer veel te duur. Die hebben toen een andere kavel gekocht en die wilden de woonbestemming van die kavel Penders afhalen. Dat vond meneer Penders weer niet goed. Die ging naar de Raad van State, die won. En toen op een gegeven moment had je twee kavels waarop gebouwd kon worden. En de kavel Penders was natuurlijk de mooiste kavel. Die werd weer gekocht door een projectontwikkelaar. Maar die ging door de crisis failliet. En nu heeft de gemeente uit de failliete boedel van die projectontwikkelaar die kavel gekocht. Ja, dan ben je jaren verder en is er helemaal niet gebouwd in het dorp. En hoeveel huizen gaan er komen? Nou, ze willen in elk geval starten met 20 woningen. En dat zijn dan een aantal, twee onder in kap woningen en ook een aantal vrijstaande woningen. En de verwachting is, hopelijk, dat men over anderhalf jaar toch echt de eerste steen hier kan gaan leggen. Harry Severens vanuit Krachenburg, dankjewel. Straks dan rollen de ballen tijdens de buurtbingo in de wijk Kamp in Lelystad. Als ik hier aan deze kant van de tafel zit, samen met mijn ballenmaat Luut. Hij is wel een bofkont hoor, want hij heeft volle zalen. De ventilatie, doucheruimtes en toiletten bij voetbalvereniging ASC Waterwijk in Almere zijn niet meer van deze tijd en zijn dus aan een renovatie toe. Na lang overleg met de gemeente, de eigenaar, is er nu geld beschikbaar voor een grondige verbouwing. Voetbalvereniging ASC Waterwijk krijgt 1,3 miljoen euro van de gemeente Almere om de kleedkamers en het clubgebouw te verbouwen. Het plan is om de bestaande kleedkamers te renoveren en daarnaast ook nog 10 nieuwe kleedkamers bij te bouwen. We zijn dat 3 jaar geleden hebben we die vraag gewoon eens voorzichtig gesteld aan de gemeente. En weten dat het een heel moeilijk traject zou worden natuurlijk. En gewoon eerst gevraagd, joh, netjes, joh, wat is mogelijk, kijk eens naar mogelijkheden. Ja, en heel veel geduld hebben. Deze week kreeg de club te horen dat de financiering rond is. Precies op tijd. Het gebouw is 30 jaar oud en volgens de voorzitter gedateerd. Nou, dit is een van onze kleedkamers. We hebben er 10 van, zijn 30 jaar oud. En ja, we zijn heel blij dat we groen licht hebben gekregen van de gemeente om deze accommodatie die dan hier staat te mogen vernieuwen naar de normen en de waarden die van deze tijd gelden. Want dat is nodig, echt een vernieuwing. Ja, ik vind wel dat het nodig is. Dit is toch met heel veel vrijwilligerswerk is dit ook allemaal nog heel fatsoenlijk gehouden. Maar met ventilatie en douchen, toiletruimtes, ik weet niet of je daar een blik in kan werpen. Ja, dan vind ik dat het toch wel iets van deze tijd mag worden. Dus er komt een stuk nieuwbouw en er komt een stuk renovatie. Ja. Wanneer gaat dat beginnen? Ik verwacht, als alles rond is, dat we hopelijk begin 2019 kunnen zeggen, joh, we gaan starten met de bouw. André Kuipers was vanmorgen in de Meerpaal in Dronten. En hij gaf daar een gastcollege aan 500 basisschoolleerlingen uit heel de provincie. Het is onderdeel van een plan om kinderen nu al enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Nou, jullie hebben vanochtend een gastcollege van André Kuipers gehad. Wat vond je ervan? Leuk en interessant. Ja, ik vond het ook heel leuk. Het was heel speciaal om te horen hoe hij een belevenis had in de ruimte. Ja. En ik gun die man het echt nog een keer. Vanmiddag mochten de kinderen zelf aan de slag met wetenschap en techniek. In kleine groepjes gingen ze bezig met maispiepschuim en satéprikkers. We zijn dus een toren, een mooie en hoge toren. Hey, je doet zo mooi mogelijk, hè? Ja. Wij doen het nu met z'n drieën en we zetten dadelijk één toren zetten we op elkaar. En dan proberen we een hele mooie en hoge toren te bouwen. Wij maken de pubers en wij zetten hem erop.
Het is al redelijk bouwwerk, hè? Ja. Vertel eens, is dat lastig om te doen? Ja, want alles gaat eruit en deze dingetjes zijn niet zo heel erg sterk. Dus je moet heel veel versterken. En als dit heb je versterken, dan valt het zo op. Deze jongens zijn al goed op weg en interesseren zich dus al in techniek en wetenschap. Maar dat doet nog lang niet iedereen. De doelstelling van vandaag is om de kinderen juist te interesseren voor wetenschap en techniek. En laten zien hoe leuk techniek en wetenschap ook zijn. Vandaar ook André Kuipers met een mooie show. En wat we hopen is dat die kinderen uiteindelijk de keuze maken in hun studievervolg of leervervolg. Dat ze kiezen voor wetenschap en techniek. Ja, dat is de doelstelling. Dus het is eigenlijk al een soort voorbereiding op wat ze later moeten gaan doen. Ja, wat je graag wil is in de doorlopende leerlijn, zou zij die noemen. Dat je vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, naar eventueel mbo, hbo, wo. Dat je de keuze voor techniek al vroeg, eigenlijk vroeg op vroege leeftijd gaat maken. Er was een wedstrijd gekoppeld aan wie het beste een toren kon bouwen. Uiteindelijk wonnen deze kinderen. Zij krijgen een wetenschappelijke prijs voor in de klas. Vandaag de laatste aflevering over de wijk Kamp in Lelystad. En we sluiten de week af met een activiteit waar de hele buurt op afkomt. Bingo. Zo, goedenavond dames en heren. We gaan zo meteen beginnen met de tweede bingoavond van dit seizoen. Luut is er klaar voor. Die heeft de ballen weer warm gedraaid. We gaan zo meteen weer als eerste voor de horizontale rij bovenin. En dan spelen we voor een opvouwbare box. Rustig hè. Zoals altijd. Kijk, hij begint al. Nee, net als al in het gemeentehuis. Je weet toch wie ik ben, Tom? Morris. Waarom doe je moeilijk? En dan Morris leren. Lekker belangrijk. Hey, straks een bitterballetje? Ja, bitter, ja. En snackie? Ja. Hebben wij hier ook, hè? Gratis, gratis. Ja. Ah, wel, dat is goed. Ja. Want je boert wel goed. Nou, we kijken ook wat daar staat. Dat kost ook geld. Nee, maar dat is goed. En hebben we nog, als je meestal kan je nog een wok-arrangement winnen. Ja, ik weet. En als je een dubbele bingo hebt, kan je nog een vijfde staatslot winnen. Dus dan win je gewoon €200.000. Kan je winnen dan, hè? Kan je. Hey. 72. Oeh. 61. 34. 15. We gaan bingo, hè? Ja. Ja, toen je me vertelde, toen had ik iets van wauw, dat er ook bij hoort. Ja. Nee, het is gewoon puur geboren eigenlijk uit iets van, ik wilde iets doen ook voor de gezelligheid in de wijk. Ik zag in een andere wijk dat er ook gebingo'd werd. Nou ja, dan kiem je dat even uit en dan kom je uit op de tweede zaterdag van de maand. Nou ja, en daar zijn we denk ik 4-5 jaar geleden mee begonnen. En dat groeit uit tot een groot succes. Want elke avond zitten we in de regel tussen de 100 en de 120 man. Zo. ...58. 57. Kijk, dat is een duidelijke. Dat is waar hier boven op het podium zitten de ballen te draaien. We hebben goed overzicht over de zaal. Je ziet de gespannen gezichtjes. Je ziet de teleurstelling als het net niet is. En dat doet mij gewoon zoveel goed. Ja, zit je dan te genieten? Ja, ik vind dat gezellig. Ja. 47. 4. Lia, jij bent een steun en toeverlaten, hè? Al heel lang samen met Fred ook. Ja. Hoe vind je dat hij dat allemaal doet voor de wijk? Fijn. Dat vind ik heel fijn. Ja? Want er is een tijd geweest dat hij het niet deed. Nee? Nee. En was het dan andere Fred? Of, Ja, duidelijk anders. Ja, bloeit hij helemaal op als hij met de kamp bezig is? Het lange comité? Ja, maar het heeft lang geduurd eer dat hij dat ging doen. Ja? Ja. Hij durfde geen eens de straat op, dus dat kan je nagaan. Zo. Dus ik ben blij dat hij die dingen doet. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ja. En nu? Zo, dat hij dit allemaal zo voor elkaar, weer trots? Ja, tuurlijk wel. Ja. Af en toe moet ik hem wel eens even een beetje remmen, maar ja. Ja. Anders zie ik hem niet zoveel. Het is kiezen of delen, hè? Roken of een bitterbal. Oh. Alles wat je nu doet voor de wijk, heeft dat jou persoonlijk veranderd of niet?
Nou, in zoverre, ik heb wel een bepaald medisch verleden. En daarna ben ik wel tot de conclusie gekomen dat je van het leven moet genieten. En ja, ik ben dan toch eigenlijk meer een mensenmens, om zo zomaar uit te drukken. En ik voel me er prettig bij om onder de mensen te zijn, in plaats van stil weg te kruipen. En laat mij maar onder de mensen lekker gezellige dingen doen. Want dan voel ik me helemaal op de top. Ja. Deze serie over de wijk Kamp in Lelystad is natuurlijk terug te zien op onze site omroepflevoland.nl. Morgen dan komt hij weer aan in Flevoland. Jawel, Sint-Nicolaas en zijn gevolg. We houden daarvan een live blog bij op onze website omroepflevoland.nl en op onze social media. En wil je je eigen foto naar terugzien? Stuur hem dan in. Dat kan via de mail naar nieuwsfoto@omroepflevoland.nl of stuur je foto via WhatsApp 06-5252-4891. Ik wens je een mooi weekend, een fijne avond en heel graag tot de volgende keer. Dag.